Maarten, van harte gefeliciteerd. Even nog een kuchje. Van harte gefeliciteerd. 11e landstitel op reis en feit. Prachtig einde om afscheid te nemen van de hoofdklasse. Ja, mooier kon die niet. Afscheid nemen met nog een titel. En dan 11 keer landskampioen met deze mooie club. En hier vandaag in eigen huis winnen. En zoveel mensen. En met dit team, weet je, het is gaaf om op deze manier afscheid te nemen. En trots om met dit team gewoon weer landskampioen te worden. En ja, het is gewoon echt, dit is echt iets unieks en zo bijzonder. En ja, het besef komt gewoon iets later, zeg maar, dat je gewoon kampioen bent en dat je gewoon klaar bent. Het is gewoon gek. Heel gek, hè? Ja, het is gewoon apart, ja. Ik zag het net, hè, enorm veel ontlading ook bij jou. Zeker bij het ontmoeten van je medespeelsters. Van, ja, maar je zegt het besef komt later dan? Of is het nu al geland van, ja, dit was het dan wel in de hoofdklasse? Of, Nou, ik heb gewoon expres voor de wedstrijd gewoon niet gedacht aan, dit kan mijn laatste wedstrijd zijn. En natuurlijk, ik kreeg veel berichten vanochtend van succes met waarschijnlijk je laatste wedstrijd. Ja. Ik, heel eerlijk, ik heb mijn telefoon heel snel iedere keer aan de kant gelegd, want ik wilde dat gewoon niet lezen. En ik stond vanochtend op en ik dacht maar één ding. En dat is, we gaan vandaag een finale spelen en we gaan vandaag winnen. En ik wil morgen niet nog een keer spelen. En dat is eigenlijk het enige waar ik vandaag mee bezig ben geweest. Maar als dan dat fluitsignaal gaat en de wedstrijd is klaar en die stand op het scorebord en je beseft gewoon dat je gewonnen hebt, dan besef je ook van ja, fuck, het is gewoon klaar. Weet je, dit was het. En dit is mijn laatste hoofdklassewedstrijd geweest en het is gewoon weer gelukt. En ja, dat is gewoon echt iets moois. Schitterend. Had je enig moment, toch even een kleine blik op de wedstrijd, had je in de wedstrijd enig moment nog het idee van nou, misschien moet ik morgen nog aan de bak? Of, Nou, we begonnen gewoon niet goed. De eerste 10 minuten leek net alsof er een deken over ons heen lag en was Amsterdam gewoon feller. Daar hebben we na 10 minuten heel goed omgezet en komen we terecht op een 2-0 voorsprong en we maken het onszelf gewoon moeilijk door die 3-0 niet te maken. En ja, Amsterdam eigenlijk terug in de wedstrijd te laten komen en toen het 2-1 werd, ja, dan wordt het toch die laatste 10 minuten gewoon spannend. En dat was onnodig, want ik vond ons vandaag wel gewoon de betere partij en de terechte winnaar. Maar ja, dan maak je het wel spannend in zo'n finale. Ja, terechte winnaar, terechte landskampioen. Een mooi toetje zou natuurlijk zijn, mooi die finale volgende week in de EHCC. En dan is het echt helemaal rond, hè? Ja, ik ben echt blij dat we de Europa Cup nog spelen en dat ik nog een paar keer dat mooie tenue aan mag trekken straks en dat het nog niet helemaal klaar is nu. Vanavond wordt gewoon hier één heel groot feest en over 2 dagen gaat die knop weer om richting Europa Cup. Want we hebben wel zoiets van, we willen die heel graag winnen. Dit is de allermooiste prijs van het seizoen, maar ook de Europa Cup is echt een prijs die we willen pakken. En daar gaan we ons over 2 dagen voor klaarmaken. Maar eerst gaan we een heel groot feest maken hier. Ja, laatste vraag, hè? Die enorme kolossale tribune achter jou. Zou het gewoon mooi zijn, hè? Zo'n Maartje Pauwme-tribune erop of zo. Zou je dat wat lijken? Ja, nee, laat het maar gewoon zo mooi zoals het is hier. En, weet je, ik heb heel veel te danken aan deze club en aan dit team. En, ik ben hier geworden wie ik ben. Ik ben hier groot geworden. En, ik ben ze gewoon heel dankbaar dat ik zo lang hier heb gespeeld. En, het is gewoon echt een tweede huis geweest en familie. En altijd met heel veel trots dit tenue gedragen. En ik zal hier niet meer komen, nee. Bedankt voor alle mooie jaren en ga lekker feest vieren, Maartje. Dankjewel.